Hallo YouTube, ik ben Dylan Kwalikers. Vandaag wil ik jullie laten mijn zelfgemaakte Lego wapens laten zien. En die zijn dan speciaal voor je minifiguren, zeg maar. Nou, goed, we gaan beginnen. De eerste, dat is een een soort van rifle. Je hebt één pistooltje nodig. Dit heb je nodig, dit en dit plaatje hierop, zeg maar. De volgende die ik gemaakt heb, was een soort van machinegeweer. Plus demper. Ook heel cool. De volgende is een soort van shotgun. Ook heel cool. De volgende is ook een soort van shotgun. Ook heel cool. Nou, je hebt een boor nodig. Plus, even kijken. Plus schroevendraaier hier. En dit plaatje zeg maar op de schroevendraaier. En ja, dit is een hele speciale. Oeh. Vallend. Dit is een hele speciale. Je hebt namelijk een schild nodig. Je ziet al, ik heb die in stukjes geknipt. En dat plaatje gewoon zo'n ding bovenop. En je hebt een soort van, Tommy gun, zou ik maar zeggen. Dit is ook een soort van rifle. Ook heel cool. Weer een machinegeweer. Dit is niet dezelfde als deze, zeg maar. Nee. Dit is echt gewoon de loop, zeg maar. Deze vind ik echt heel vet. Je hebt een Star Wars pistool nodig. Een haakje. En ding, zeg maar, nog een haak. Sorry, de telefoon ging even. het kan zijn dat hij dadelijk weer afgaat. Yes. Maar waar ik was, was hier. Deze is ook een machinegeweer. Plus, een extra loop. Pistooltje, plus dit onderdeeltje, plus een haak. Dus een haak moet je zeg maar zo schuin zetten. Dus. Dit is een, hoe zal ik het maar noemen? Ja, je kunt het eigenlijk voor twee dingen gebruiken. Dit ding kun je voor twee dingen gebruiken, zeg maar. Eén, zoals, als magazijn, maar dan moet je wel dit rode ding weghalen. Maar waar ik het voor gebruik, zeg maar. Dat is gewoon zo als laser, zeg maar. En dit is een soort van variant erop. Zie je, dit is ook gewoon een complete laser. Dit is echt een hele speciale. Dit, zeg maar. Ik moet het wel heel even uit elkaar halen. Je hebt, zeg maar, zo'n ding nodig. Zie je, zeg maar, een haakje. Dit moet je hierop plakken, anders lukt het voor geen ene flikker. Even kijken. Ja. En dit plaats je aan de achterkant. En zo krijg je een hele heftige machinegeweer. Echt fucking heftig. Nou, dit is ook best cool. Wat hier gaande is. Heel simpel. Je hoeft alleen de achterkant eraf te knippen en dat haakje en dat ding erop te zetten. En je hebt de machine weer op. De laser. Alien laser. Plus een kopje bovenop. Zo krijg je, dus ook een soort van rifle. Machinegeweer. Gouden pistool. Plus dit. Dat grijze ding hier. Plus dat haakje. Met dat rode lampje erop. Ook een machinegeweer. Beker. Plus dat rode. En dit magazijn, zeg maar. En daar hebben we weer de shotgun. Ja, ook een soort. Soort van. Shotgun, zeg maar. Hey, de steelhandgranaat. Zo noem ik hem. Misschien spreek ik hem niet goed uit, maar.
Bij mij was het zo dat hele ding echt gewoon freaking lang was. Echt zo lang. Ja, ik overdreef niet. Ja, zo lang. Dus toen moest ik afknippen en ja, gewoon dat hele ding erop zetten. Dit is echt heel vet. Dit is een soort van, ja, mini AK-47, zoiets. Je moet wel de scope eraf halen plus achterkant. Dus, ja, gewoon een machinegeweer. Dus ja, ik zal eens kijken of ik er een achterkant op kan zetten, maar waarschijnlijk niet. En je raadt het vast al. Ja, dit is dezelfde, maar dan met de achterkant eraf. Zie je, enig verschil. Ja, veel verschillende zinnen. Deze. Maar, die komt je toch bekend voor? Nou, volgens mij niet echt. Ja, is echt een soort van laser. Misschien ooit gezien of zo bij Call of Duty, denk ik. Dat is echt heel cool. Het is echt een modern wapen. En dit, hier zijn er twee van. Even kijken, waar is die andere? Hier. En hier. Zie je? Gewoon echt een heel cool machinegeweer. Dit heb ik zelf geplakt. Ja, dit is een... dit blauw is een stuk van een pen. Het geel. Hetzelfde bij de granaat. Ja, dit is zeg maar ja, zo'n rubber ding. En dit... Ja, zie je? Hier gaat het doorheen. Dit moet je gewoon allemaal opplakken. En dit moet je gewoon met plakband vastmaken. Dit is best wel een cool machinegeweer. Ja, gewoon machinegeweer zeg maar. Dit is een motherfucking bazooka. Echt, check die laser. Dus kun je gewoon zo... richten zo. Echt, motherfucking cool. En hier denk je van, hier is niks gaande. Jawel hoor, hier is wel wat gaande. Dit is een klein Star Wars pistooltje. Hier moet je de scope plus achterkant hier eraf halen. En, ja, dit is eigenlijk, wat bij dit machinegeweer is. Dit zeg maar, dan moet je dit helemaal afknippen. En dat zet je dus hierop. Zie je? Gewoon erop zetten en dan heb je een pistool, zeg maar. Ja. En dit is ook motherfucking cool. Huh? Dit is gewoon echt een rifle met kettingzaag. Hoe vet is dat? Hoe motherfucking vet. Ja, dit is gewoon een machinegeweer. Dit is zeg maar het vizier. Dat ziet er wel zo uit. Dit is ook een soort van rifle-achtig iets. Ja, hier kun je nog altijd iets opzetten, een mes of zo. Dus. Ja, hetzelfde machinegeweer. Ja, dit is echt heel cool wat er veranderd is. Want deze heb je al gezien. Oh, kut, laat hem vallen. Sorry, wat schade. Ja, alleen dit ding zit erop. Dus hier kun je gewoon nog iets opzetten. Dus dat is echt... Yo, cool. Alleen dan wordt het wel zwaarder, dus je moet je popje, de benen moet je, de rug moet je iets naar achter zetten. Ja, dit is gewoon een rifle-achtig iets, weet ik veel. En dit is motherfucking cool. Dit is echt mijn zelfgemaakte laser. Het bestaat uit twee kleine mini-laserpistooltjes met daarop twee lampjes erop. En hier de twee laserlampjes. Dus dat waren de wapens die ik wou laten zien. Oh, wacht, nog niet helemaal. Nog niet helemaal. Want hier zijn er ook een paar. Dit is echt heel vet. Kijk, zo kun je beter zien. Ja, wat ik gedaan heb, het is dat zwarte gedeelte, zeg maar, de camera. En daar heb ik gewoon ja, een stuk loop op gezet. Dus ja, dit. Hier zet je. Dit zeg maar het magazijn. En dit. Ja, zeg maar de loop. Dus. En ja, dit is zeg maar nog een andere machinegeweer. Dit is echt mijn topper. Dat.
dat is zeg maar een dimmachine geweer. Maar dan met dit erbij, zeg maar. Dus. Vergeten. En hier heb ik nog een heel cool machine geweer. Maar. Wat bevindt zich er in deze bunker? Inderdaad. Hier bevindt zich. Nog een motherfucking machine geweer. Plus. Pistool erbij. Wacht, ik pak hem even. Hier is dus die rifle van Brigham's. Die was kort daar gekwit, zie je. Oh, motherfucking hell, die was ik echt al dagen kwijt. Ah, wacht even, ik zet hem even op pauze. Oh, en nu heb ik per ongeluk dit omgestoten. Dit is ook een heel cool shotgun. Ja, dit is zeg maar een stuk van een verrekijker. Nou, dit ding plak je zeg maar hier op de loop. Ja, ik heb drie pistolen. Ik heb fucking veel wapens. Dus. Oh ja. Ik vergeet gewoon fucking veel wapens. Hier, scope eraf en achterkant eraf, zeg maar. Sorry. Hup. Ja, mijn zelfgemaakte kanon. Oh, dit is ook motherfucking vet. Mijn zelfgemaakte mortier, jongen. Ja, dat is echt heel vet. En mijn geüpgrade Star Wars wapen. Oh ja, yeah, motherfucking cool. Dat is echt heel vet. Dus. Dus ja, dat waren zowat mijn wapens die ik aan jullie wou laten zien. Dus willen jullie meer over me zien? Ja, groen duimpje omhoog. En ja, zodra jullie de 10 likes hebben, of nee, zodra ik de 10 likes haal, maak ik nog een filmpje over mijn wagens. Dus tot de volgende keer.